mensen, dit is Gamer hier. Vandaag weer een nieuwe GTA 5 mod video. Dit keer zijn we aangekomen bij een nieuwe automod. En dit is op zich wel een aangevraagd mod in een aantal video's van mij. Dus ik dacht van, laten we die eens even doen. En het is namelijk de... Laten we even het deurtje open doen. De Nissan GTR mod. En ik vind dit autootje echt gewoon super bruut, awesome en kikkergaaf. En alle woorden die ik hiervoor maar kan vinden. Want dat ding ziet er echt super bruut uit. Ik bedoel, kom op man, dit is een Nissan GTR. Hoe kan je dit nog niet mooi vinden, weet je? En zoals je ziet, andere graphics mod en alles is geïnstalleerd. Het ziet er allemaal heel anders uit. En ik vind het persoonlijk veel mooier uitzien dan anders. Het ziet misschien wel enigszins op plekken wel donkerder uit. Maar het is overal best wel pretty cool. Maar goed, laten wij eens eventjes deze auto gaan pimpen. En even gaan kijken wat we hier met deze auto kunnen customizen. Als eerst gaan we natuurlijk eventjes naar de pimpshop rijden. En dat altijd als ik hier rijd, zie ik altijd weer een gepimpte auto. Daar zie je zo'n dikke Bentley-achtige auto. Dat best wel vet uitziet. Je ziet supercars hier allemaal. En het ziet er gewoon allemaal super bruut uit. Daar weer zo'n Bentley allemaal gepimpt. Ik wou ook dat ze dat gewoon in multiplayer hebben gedaan, man. Dat is zo fucking vet om te zien. Om al die random willekeurig gepimpte auto's te zien. Dat brengt wat meer leven in de GTA-wereld namelijk. Ik merk wel trouwens dat deze mod ietsjes meer stuttert dan dat ik anders zou hebben in GTA. Hopelijk is het niet heel erg voor jullie om te kijken. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon op zich prima te doen is. Misschien hebben jullie ook geen last van, wie weet. Oké, we zijn bijna bij de Benny's aangekomen. Het rijden is trouwens ook helemaal anders met deze mod. Namelijk dat de remmen gaat wat langer duren. Scharen is veel realistischer. Dat is tenminste als je ergens tegenaan beukt. Ik heb wel laten zien. De schade is veel groter. Zie je, zoals je ziet, gewoon echt al meteen een gigantische deuk erin. Dus daar kan je nagaan. Schade is zo vies veel meer. Oké, laten we deze auto's even in Benny's gaan brengen. En kijken wat we hier allemaal van moois van kunnen maken. Als eerst repairen we natuurlijk eventjes, want ja, het is helemaal kapotos en dat willen we natuurlijk niet. Armor, we hebben natuurlijk maximum armor wat erop gooien. Ah, weet je, hoeft niet eens. Ik wil op zich wel de schade zien met de bumpers en alles erop. Brakes, natuurlijk gaan we die volop doen. Front bumper, we beginnen met de leuke dingetjes natuurlijk. En we hebben hier een splitter en we hebben een splitter met kanaards. En dat zijn van die dingen die uitsteken. En ik gok dat we zo meteen een andere bumper moeten kiezen. Of een sideskirt, of een achterbumper, of een rollcage, weet ik wat. Om zeg maar de zijkanten aan elkaar te laten sluiten. Voor zover, dit is natuurlijk wel het meest unieke en vette wat je kan vinden. Dus deze doe ik gewoon lekker erop. Rear bumper is de achterbumper. We hebben een splitter. We hebben een painted rear bumper. Is dat gewoon standaard? Het is gewoon standaard, maar je kan hem painten. Oké, cool. En we hebben deze. En natuurlijk is deze het mooiste en het meest unieke. Dus die gaan we natuurlijk ook kiezen. Daarom. Exhaust. Oké, we hebben hier non. We hebben dual titanium exhaust. Alleen hij klipt wel wat door de bumper heen. Dus dat is een beetje jammer. En deze klipt ook door de bumper heen. Dus deze gaan we niet kiezen. We houden de deze klipt trouwens ook doorheen. Dus de exhaust, de uitlaat, hebben ze niet echt goed gedaan met deze mod, merk ik wel. Hoe zit het trouwens met andere achterbumpers nu dan? Nou, deze zit wel goed. Ah, kakjes. Echt waar? Dan moeten we dus... We zijn geforceerd om nu een andere bumper te gebruiken. Want anders zijn de uitlaten echt verschrikkelijk hierop. Maar goed, maakt niet uit. We gaan gewoon lekker verder. Sideskirts. 0. Oké, we hebben de namen niet bij. Waarschijnlijk moet deze wel in een andere pimpshop gepimpt worden in plaats van deze. Maar we kunnen het alsnog pimpen natuurlijk. We moeten iets hebben dat aansluit op dat voor de voorbumper. En dat is deze dan. Dat is de enige die aansluit op de voorbumper. Dus we worden een beetje ook verplicht om hier deze bump te kiezen. Maar op zich vind ik het niet erg, want deze is op zich ook wel vet. Dus die doen wij gewoon erop. Het ziet er wel erg lomp uit trouwens. Jezus, het ziet er echt gigantisch lomp uit, joh. What the fuck. Oké, deze vind ik eigenlijk helemaal niet mooi, om heel eerlijk te wezen. Dan vind ik dit wat vetter. Dit, of deze? Deze. Dan vind ik deze wat vetter dan die andere. Oké, dan gaan we een andere volbumper doen, want dit is echt dikke kak weer. Helaas moet alleen een splitter ervoor doen. En niks meer en niks minder. Oké, dat is gedaan. Rollcage hoeft... Of we hebben ook weer andere upgrades aan. Wat verandert hier allemaal? Alleen de rollcage? Nou, oké, dan maakt het niet zoveel uit. Grill! We hebben een black grill, dus dan is hij een beetje nog gestreept aan de voorkant. En we hebben een exposed intercooler. En ik vind de intercooler op zich best vet. Je hebt ook meteen zo'n sleephaakje erbij. Waarom dat zo is, weet ik niet. Hoort, oh ja, anders kan je natuurlijk niet slepen en weet ik wat. Of gaat de bumper helemaal kapot, weet ik het wat. Jullie hebben waarschijnlijk meer kennis dan erover dan ik. Dus ja. Goed. Vented hood. We hebben de dubbel vented hood. Ziet er best wel bruut uit. En we hebben de carbon hood. En ik vind de dubbel vented hood wel mijn favoriet. Dus die gaan we er ook lekker op doen. Ik merk trouwens wel, omdat we de bumper hebben veranderd, zie je bijvoorbeeld de lak, zie je helemaal mooi gespikkeld en alles, maar de voorbumper ziet er echt gewoon met mat uit. Dus dat is echt fantastisch. Roof. We hebben een carbon roof of geen carbon roof. Nou, laten we het gewoon lekker zo. We hebben spoilers. We hebben hier een aantal spoilers. We hebben 5 spoilers, dus dat is leuk. We hebben de low level spoiler. We hebben de high level spoiler. Dit is meer een beetje een spoiler die echt past bij deze auto van mij. Tenminste, ik zie volgens mij meeste deze auto's met deze spoiler. Of het was deze. Nee, deze niet. Dit is een tuner wing. En ik vind die mooi. Carbon wing is laag. Is op zich nog niet eens zo verkeerd. Maar dat is een carbon. Dat vind ik jammer. En we hebben de GT wing. En dat ziet er op zich ook wel gaaf uit. Maar ik ga toch denk ik wel voor de high level spoiler. Dit is ook geen carbon, dacht ik. Of is die dan wel carbon? Ah, maakt niet uit. Maakt niet uit. Transmission doen we gewoon lekker op het maximale. Engine doen we natuurlijk ook op het maximale. Waarom ook allemaal niet. Roof. Nou ja, geen roof. Numberplate, plate color. Die kunnen we ook aanpassen. Wat zal hier mooi bij wezen? Want het is ook onze auto kleuren. Maar ik denk dat ik gewoon even geel hou. Oké, lights, headlights, xenolights. Ja, waarom ook niet. Neon layout. We doen gewoon lekker het neontje eronder. We houden gewoon wit. Dus die houden daar gewoon op. Want ik denk dat ik een gele auto hiervan ga maken. Ik heb hiervoor al een beetje zitten rondfrusselen met de kleurtjes. Dus daarom denk ik van dat het op zich wel mooier is als een geel gemaakt. Metallic. Ga even overkleuren. Alles kleurt als het goed is mee. Alleen zoals je ziet, de auto zelf is gespikkeld. Alleen of is dat alleen de motorkap? Alleen de motorkap is zo gespikkeld. Waarom? Dat vind ik een beetje apart. Waarom de motorkap nou zeg maar van het hele gespikkelde heeft en de rest niet. Dit is heel apart. Ik dacht dat metallic juist het gespikkelde had. Of is het mat? Nee, mat hebben we ook niet. Dit ziet... Oeh, dit is op zich best wel vet. Brushed gold. Holy shit, dat ziet er vet uit. Alleen de motorkap is dus zo jammer. Dat vind ik echt zo jammer. Metal. Oh, dat is een tweede laag die erop gaat waarschijnlijk. En die moeten wij dan denk ik mat maken, I guess. Het is een second color die dus zit een beetje te klooien hier. Oh, en dat is een beetje vervelend. Gadverdari, moet het nou serieus zo? Metal. Brushed gold is natuurlijk wel hetzelfde. Alleen waarom het zo al moet met de secondary color snap ik niet echt. Je ziet ook wel trouwens dat de motorkap wel een beetje door de bumper heen klipt. Ik ga eens even kijken met de bumpers. Wat het beste... Oh shit, dat is niet de bedoeling. Ik wil niet uitdraaien. Kakzooi. Ja, je kan alsnog een beetje zien hoe vet hij eruit... Ik vind het echt fucking vet trouwens. Holy shit. Jongens, kan iemand mij alsjeblieft deze auto sponsoren? Nissan, please. Sponsor me this car. Because holy damn, it looks magnificent. Alleen front bumper. Ik moet even kijken of het uitmaakt als ik een andere bumper opzet. Nee, deze mod is dus een beetje fucked als ik het zo moet zien. Betreft de secondary colors. En dat is wel jammer. Ik wou niet eruit gaan. Oh, for fuck's sakes. Wacht even. Kan ik er terug in? Zo? Ja, oké, top. We waren niet klaar namelijk. Of waren we wel klaar? Ja, respray hadden we. Maar dit kunnen we helaas niet veranderen. Chrome. We kunnen het chrome maken. Ja, maar dit is een beetje een dikke kakbende. Wat als de hood even aanpassen? De hood. Misschien dat het dan wel beter is. Deze fit wel. Oh, het is gewoon de hood. Serieus? Wie verzet dit op zo'n... Oh my god, echt waar? Wauw, oké. Nou, dan gooien we deze hoed op, de vented hoed. Omdat we daar eigenlijk gewoon verplicht worden en dat vind ik een beetje jammer. Maar dit is de auto, jongens. De velgen doen we niet anders, want het is constant bij deze auto bij. Omdat het natuurlijk een beetje uniek is. Het ziet een beetje grijzig uit, maar ik had hem liever toch eigenlijk zwart... Oké, laten we toch eventjes de shop in gaan om eventjes te checken hoor, want... zwarte velgjes. Ik wil zwarte velgjes. Of het moet witte wezen. Dat we misschien een chrome velg erom gaan zetten. Misschien is chrome ook wel vet. Wheels. Wheel color. Kunnen we dat meteen ook hier aanpassen op deze? Nee, dat is zo jammer. Dat is zo jammer, hè. Nou, moeten we wheel type. Benny Originals. We kunnen hier deze... Dat is fucking lelijk. We doen wel onze SUV velgen eronder. En dan kiezen we voor... Wat kiezen we? Weet je, ik kom uiteindelijk vaak op deze uit. Als ik iets kies, zeg maar, qua velgen. Mijn smaak van velgen is allemaal hetzelfde altijd. Oeh, dit ziet er op zich ook wel... Op zich, weet je, deze velgen met die glimmendheid en zo, dat past op zich best lekker bij de uitlaat. Dus ik doe het gewoon deze erop. En laten we deze auto hierbij. Zwarte velgen zou ook best wel vet geweest zijn, denk ik. Maar jongens, we laten gewoon bij deze. Dit is trouwens ook de Elegy dat ik vervangen had, deze auto. Maar jongens, kijk hoe deze gewoon blinkt hier in de buitenlucht. Dit ziet er gewoon fucking episch uit, deze auto. Holy shit. Het sturen met de mod is trouwens ook heel verschrikkelijk. Het sturen is niet makkelijk. Het is heel ruim trouwens. Ik weet niet of het zo heel realistisch is. Oh kijk, hier zie je nog een GTR. Dit is eigenlijk een Elegy wat hij vervangen heeft. Maar zoals je ziet, zie je hier ook gewoon een nieuwe GTR. Maar jongens, dit is gewoon fucking vet, vriend. Holy shit. Kick hem gone. Geluid heeft hij hetzelfde van de Elegy. En voor de rest heeft hij alles van de Elegy gewoon hetzelfde. Oh my god. It looks pretty as hell. Met de mod erbij natuurlijk, dat alles nog veel beter uitziet. En dan... Oh ho ho. Oh ho ho. Baby, oh baby, this thing looks so damn good. Oké, ik ben even benieuwd. Oh shit, ik heb schade gemaakt. Ah, je ziet het niet. Of is dat een kras opzij kan? Er is geen kras, oké. We kunnen, ja, zullen mensen altijd wel vragen van hoe snel gaat deze auto? Het is hetzelfde als een Elegy. Ik kan je het laten zien. Ik weet niet meer waar het trouwens staat. Betreft de kilometer per uur. Hier was het. En rechts onderin zit de kilometer per uur, kun je zien hoe hard deze auto rijdt. Het is gewoon hetzelfde als Elegy, er is niks op aangepast, tenzij de mod iets gedaan heeft met snelheid. Hij trekt wel trouwens sneller op, volt het. Maar dit is dus de auto, jongens. Wat vinden jullie ervan? Moest ik wat anders hierop doen? Ik heb trouwens wel een filmpje gezien op internet, die iemand ook een gouden GTR heeft gemaakt. In real life zelfs, dus als je dat wil zien, ik zou zeggen zoek het op YouTube. Daar heeft iemand serieus een gouden GTR. Niet natuurlijk echt goud, maar gewoon een mooie gouden tint. Rechts onderin zie je hoeveel kilometer per uur dit autootje gaat. We zullen eens even kijken wat de max is op dit autootje. En dit ding gaat pittig snel, jongen. Holy fuck. Oh fuck, oh shit, nee, oh, klets, klets. Ah. Dat was een flinke schade, flinke botsing, zoals je ziet. En mijn wiel blokkeert aan de voorkant. En de achterkant ook. We rijden wel serieus met twee wielen? Wauw, dit werkt zoiets? Oké, nice. Tikkertokje erin. Maar zo zie je dat de schade gewoon zoveel gigantischer is. We kunnen ook bijna niet eens meer sturen. Maar goed, jongens. Ik wil nog even testen trouwens, hoe snel die gaat. Dus ik skip eventjes tot we op een snelweg zijn. En dan kun je gewoon zien hoe hard dit dingetje gaat. Tot zo jongens, tot zo. Oké, we zijn bij de snelweg aangekomen. Laten we hier vol gas eroverheen gaan rijden en kijken hoe snel dit wagentje wil gaan. Het is natuurlijk hetzelfde als Elegy, maar er zijn altijd mensen die nieuwsgierig hiernaar zijn. Dus voor jullie nieuwsgierigheid ga ik dit ook dus trouwens doen. Mijn god, zie nou hoe dit eruit ziet. De wegen zien er zoveel beter uit. Oeh, ik had God mode aan moeten doen, jongens. Oké, laten we ophouden dat hij ongeveer 320 of zo gaat. Of 300 km per uur. Tenminste, het is vrij snel. Laten we het daarop houden. Mijn god, dat ging een beetje verkeerd. Maar jongens, oh my god, look at this. It's so pretty. Maar jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het natuurlijk leuk, dan doe ik een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk voor meer als je meer wil zien op mijn kanaal. En dan zie ik jullie allemaal weer terug in de volgende episode op mijn kanaal. Jongens, see you later. Alligator.